Want we zijn bij het nieuwe Sint Anna en ik sta hier bij... Ineke Weven, ik ben de bestuurder van Sint Anna. Ineke, we zijn hier geweest toen de eerste schep in de grond ging. Hoe lang is dat geleden? Nou, dat is helemaal niet zo lang geleden. Dat was in juni 2021. We zijn, we hebben de eerste verhuizing na een jaar gedaan en we hebben nu de tweede verhuizing. Na de hemelvaart gaat de tweede groep bewoners verhuizen in deze nieuwe vleugel achter mij. Wij zijn al even wezen kijken binnen. Het is groot, het is ruim. Het is eigenlijk heel veel, hè? Het is heel veel, maar toch hebben we het zo ingericht of is het zo ontworpen en gebouwd dat het kleinschalig is en dat het woongroepen zijn van 8. Eigenlijk 8 mensen die met elkaar een huishouden vormen. Er is een woonkamer, keuken en ieder heeft een eigen zit-slaapkamer met een natte cel. Op welke indicatie komen mensen hier? We gaan ervan uit dat mensen hier wonen met een, noemen ze een ZZP-indicatie van pakket 5 en hoger. Ze hebben het straks al gevraagd, er komen heel veel mensen, eigenlijk in totaal 160 cliënten uiteindelijk. Personeel, is dat moeilijk of zijn jullie zo aan het zoeken van, ik wou zeggen, anders kun je nou de oproep doen, hè? Nou, personeel is in mijn rol is de grote uitdaging van deze tijd. Klanten genoeg. Maar personeel is eigenlijk de grootste zorg. We kunnen zeker nieuw personeel gebruiken. Daar gebruiken we vandaag ook voor. Om het ook aan potentiële nieuwe medewerkers te laten zien hoe mooi het is en hoe fijn het dan op werken is. Het heeft in de krant gestaan dat het vandaag te doen was. Het is eigenlijk heel druk, want we zien hier fietsen, we zien auto's. Binnen zitten heel veel mensen. Had u gedacht dat het zo druk zou worden? Nou, omdat we de eerste verhuizing toch een beetje hals over kop moesten doen, omdat de planning heel spannend en krap was, hebben we nu bewust de tijd en de ruimte genomen om dit te doen. Het is ook wel heel fijn dat het zo druk is, want als je zoiets organiseert, er komt bijna niemand, is het ook altijd een beetje sneu. Maar dat het zo druk was, dat hadden we eigenlijk niet durven hopen. Wanneer is de laatste fase, denkt u? De laatste fase is gepland dat die eind januari wordt opgeleverd, dus eind januari 2024. En dan verwachten we eind februari, begin maart helemaal over te zijn met de laatste groep bewoners. Nou kijk, ik zou zeggen heel veel succes en we zien elkaar te zijn dat tijd denk ik toch wel weer even. Vast. We staan hier bij de stand wonen bij Sint Anna en ik sta bij... Jolanda. Jolanda, wat is jouw taak vandaag? Ik ben coördinator informele zorg van Sint Anna. Maar ik hoorde jou net zeggen, wij zoeken vrijwilligers. Ja, informele zorg is natuurlijk vrijwilligers, maar ook de mantelzorgers. En dat is landelijk dat die steeds meer betrokken worden bij het dagelijkse leven van de bewoners in een verpleeghuis. Waar moeten de vrijwilligers aan voldoen om hier te komen als vrijwilliger? Om voor de bewoners iedere dag een mooie dag te maken. Dan moet ik weten. Dus, ja, gewoon met leuke dingen gaan met de bewoners, spelletjes doen, een keer gaan wandelen. Hier koekjes bakken, peren bakken, nagels slakken, noem maar op. Het is heel breed, alles wat je thuis doet. En wat voor manier kunnen de mensen, als ze nou denken, hé, dat lijkt me wel leuk om dat te doen, in ieder geval te proberen, waar moeten die zich aanmelden? Je kunt op de site van Sint Anna, kunnen ze zich... Ja, en we hebben heel veel gehoord, we hebben heel veel gezien, maar zonder de meneer die nou bij ons staat, was het niet gelukt. Want we staan hierbij. Bart van den Noord. En Bart, wat was jouw functie hier? Projectarchitect, ja. En van de tekentafel tot hier, tot nu? Ja, van het prille begin. Ik denk dat ik er vanaf 2011 bij betrokken ben. Ja, 2011. Allereerst geselecteerd door de zusters. En dat was op zich al een leuk verhaal. Er sprake van een architectenselectie van 60, waar 60 architecten ingeschreven hebben. En nou, om een lang verhaal kort te maken, we werden op een gegeven moment uitgenodigd in de vorm van een sollicitatiegesprek. Dat was in het kasteel, in die mooie grote woonkamer. 16 mensen zaten daar rondom de tafel. En om eerlijk te zeggen, niemand meer van die 16 zijn nu nog betrokken bij het plan. Of overleden of betrokken. Dus ja, vanaf 2011 ben ik hier bij betrokken. En ja, dan beginnend, want ja, de mensen hier in Boeksmeer kennen allemaal het kasteel. Mm-hmm. Het oude Madeleine, zoals ze dan zeggen. Ja. Maar dan komt er een heel ander project tevoorschijn. Ja,
dat is helemaal waar. En ik heb, ben me dat ook heel erg bewust. Ja, zoals je misschien weet, ik ben ook geboren. Ik ben geboren en getogen op Smedenaar. Dus ik ken de plek, kind ze van. En ik heb dat ook met vol aandacht gedaan. En ook echt wel geprobeerd om daar met ja, respect voor alles wat er al is hier op deze plek iets te brengen. Ja, want het mooie is, als je aankomt, rij je gewoon de meer over, laten we het zo dan noemen, de plek die de mensen allemaal kennen, heb je niet in de gaten dat aan de achterkant dit hele project er staat. Ja, dat klopt. Dat klopt. We hebben geredeneerd om het eigenlijk beter te maken dan dat het was. Dat is natuurlijk altijd nogal een uitspraak. Er zijn een aantal gebouwen inmiddels verwijderd, gesloopt. Onder andere de Ark, een wit gebouw dat er tijdelijk stond. En twee vleugels. Deze vleugel die we hier links zien, die wordt binnenkort gesloopt. En op die plek stond een vleugel, die is al gesloopt. En wat ik ook in de presentatie verteld heb, is dat er in de afgelopen, eigenlijk 1000 jaar, maar laten we ons verrichten op de afgelopen 135 jaar van de zusters, heel veel gebouwd, gesloopt, uitgebreid, aangepast is. En in dat kader past het om nu weer een keer een rigoureuze verbouwing te doen. Waarbij we ons wel moeten leiden om het beter te maken dan slecht. De planning, wanneer denkt u het helemaal afgerond te hebben? De planning is zo dat het gebouw wat hier achter u gebouwd wordt in begin 2024 opgeleverd wordt, in april. En nou, dan heb je al een maand nodig om het in te huizen. Dus ergens in april, mei, juni, dan moet het klaar zijn. Ja. Waarom is dit zo belangrijk voor de mensen, vooral ja, Omroep Land van Kuik? Nou, tweeledig. Gewoon het aanbod van dit type huisvesting, voorziening, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. En ook de mate, de manier waarop dit gebeurt, is, zorgt ook voor een bestendigheid van de plek. Want ja, de zusters die hebben hun werk zo goed als gedaan, hè, dat houdt op. Dus het is erg belangrijk om deze plek op een kwalitatieve manier te bebouwen, te veranderen, zodat we de kwaliteit van deze plek ook behouden, bestendigen voor de toekomst. Wat zou u nog tegen de kijkers willen zeggen? Ja, de meesten kennen deze plek en ja, dat is zeker voor de Boeksmerenaren is dat echt wel een plek die bij iedereen in het hart zit. En, ja, volgens mij hoef je hier niet erg te zijn om als je verpleging nodig hebt om hier te wonen. Ik denk dat je dan echt boft. Nou, ik zou zeggen dank voor alle informatie en een fijne dag nog hier. Graag gedaan, dankjewel.